Heb jij altijd al meer willen weten over koninginnen in de nieuwe tijd? Dan ben je hier zeker aan het juiste adres. Welkom bij ons kanaal Vorsten met Borsten. Wij zijn drie geschiedenisstudenten die jou graag meenemen op een tocht doorheen de Her Story, de geschiedenis van vrouwen die lang genegeerd werd. Vrouwen spelen een belangrijkere rol in het verleden dan je zou denken. Want achter elke koning staat een sterke vorst met borsten. Denk jij ook direct aan cocktails wanneer je Bloody Mary hoort? Helaas is dit geen video over cocktails. Bloody Mary is in de eerste plaats de bijnaam van de koningin. En daar gaat deze video over. Bijnamen van koningen. Ook al zijn ze niet allemaal even positief, ze vertellen wel een belangrijk verhaal over het leven van onze koningen. En hier is onze eerste vorst. Met mij natuurlijk. Ik ben Jane Grey en ben de slimste van ze allemaal. Ik ben geboren in 1537 als achterkleindochter van koning Hendrik de VII van Engeland. Ik wilde eigenlijk helemaal geen koningin worden en wou gewoon een rustig leventje leiden. Ik spreek 9 talen, dus geloof me, ik kan me best wel bezighouden. Maar helaas, Edward de VI, zoon van Hendrik de VIII, stierf onverwacht en lap. Ik moest die troon op. Mijn oma is namelijk Mary Tudor en zus van Hendrik de VIII. Ik vond er toch maar niks aan hoor om op die troon te zitten. Na 9 dagen deed ik al troonsafstand, zodat mijn nicht Bloody Mary de troon kon bestijgen. En weet je hoe ze jou achter je rug noemen? The Nine Days Queen, niet de I Speak Nine Languages Queen. Ha! Daar trek ik mij niks van aan. Veel belangrijker is dat ik een lang en gelukkig leven kon gaan leiden, fijn en in alle rust. Maar wat heb jij uitgespookt, Mary? Jij bent getrouwd met die katholieke Philip VI van Spanje. En je eiste dat ik ook katholiek werd en omdat ik weigerde, tjak, mijn hoofd eraf. Ik was pas 15 jaar oud. Geen wonder dat ze jou Bloody Mary noemen. Oh, maar dat is niet de enige reden waarom ze me Bloody Mary noemen, hoor. Ik heb echt mijn best gedaan om die naam te verdienen. Maar wow, eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Mary de Eerste en ben geboren op 18 februari 1516. In 1533 werd ik de koningin van Engeland. Toen Jane Grey dus na 9 dagen afstand nam van de troon. Als vrome katholiek heb ik altijd de pest gehad aan protestanten. Ik pak ze dan ook flink aan. Elke opstand of onrust sla ik met nodige bloedvriet neer. Vandaar ook mijn bloederige bijnaam, waar ik zeer fier op ben. Tijdens de opstand van 1554 heb ik zelfs mijn protestantse halfzuster Elisabeth de Eerste laten opsluiten. Voor mezelf ben ik wel altijd lief geweest. Eigenlijk toch niet te geloven, hè, Mary, dat zelfs jij aan een rustige natuurlijke dood kan sterven in 1558. Maar misschien nog gekker. Elisabeth die beweert dat ze een maagd is gebleven? Wie trapt daar nou in? Elisabeth is gek als ze dat beweert. Johanna, als er hier eentje gek is, ben jij het wel. Maar bon, laten we het eerst over mij hebben. Ik ben Elisabeth I, geboren in 1533 als dochter van Hendrik VIII en Anna Boleyn. Er was veel tegenstand toen ik in 1559 de troon opkwam. Omdat ik een protestantse ben, maar ik doe mijn job met een passie. Om mijn land als koningin nog beter te kunnen dienen, heb ik er zelfs voor gekozen om nooit te trouwen. Als dat geen toewijding is, dan weet ik het ook niet meer. Je bedoelt zeker, ik was zo lelijk en had zo'n moeilijk karakter dat ik geen man kon krijgen, ja? Stop met mij te onderbreken. Gekke jongen. Waar was ik ook alweer? Juist, ja. Er zijn genoeg mannen in mij geïnteresseerd. Zelf buitenlandse aristocraten smeken om mijn hand. Het parlement wil me ook liever zien trouwen, maar dat weet dus niet. Ik geniet van mijn titel als Virgin Queen. Heb je al eens gezien hoe ik bijna als godin word afgebeeld? Had ik niet gehoord dat jij stiekem een relatie had met je vertrouweling Robert Dudley? Wat een giftige opmerking, Catharina. Echt iets voor jou. Ik kan je alleszins verzekeren dat ik altijd maagd ben gebleven. Te gek. En dan zeggen ze dat ik de waanzinnige ben hier. Ben je dat dan niet? Waarom noemen ze je dan Johanna de Waanzinnige? Ach, ik ben gewoon een sterke vorst met borsten en dat hebben mannen niet graag. Laat me me even voorstellen. Johanna van Castilië, geboren in 1479. Ik ben sinds 1496 getrouwd met Philips de Schone. Na de dood van mijn moeder in 1504 werd ik koningin van Castilië. Mijn oudere broer en zus waren toen al gestorven. In 1516 werd ik ook nog koningin van Aragon. Veel mensen die me lief waren, stierven op een korte tijd na elkaar. Iets waar een mens echt niet goed van wordt. Mede daardoor heb ik nogal wat last van stress en voel ik me mijn momenten wel echt depressief soms. Maar dat maakt mij helemaal nog niet gek, weet je. Nee, mijn man Philips de Schone. Hij bestempelde mij als geestelijk ongeschikt om verder te regeren. En zo kwam ik aan mijn bijnaam van Johanna de Waanzinnige.
Philips heeft zelf wel niet lang kunnen genieten van zijn troon, want al in 1506 sterft hij aan tyfus. Er wordt gezegd dat ik het lijk van mijn man overal mee naartoe neem en dat ik elke dag zijn kist open om hem nog een keertje te kunnen zien. Ja, dat is natuurlijk onzin, hè. Ik heb zijn kist maar een paar keer geopend en dat was om te zien of hij er nog wel in lag. Ik ben toch niet zot? Haha, je bent er eentje, Johanna. Ik heb zelfs meerdere bijnamen. Die van Gifmengster en van Zwarte Koningin. Ja, ik ben een vorstin waar je niet naast kan kijken. Ik stel me even voor. Ik ben dus Catharina de Medici, geboren in 1519, in de vooraanstaande familie van de Medici's. Op 14-jarige leeftijd werd ik uitgehuwelijkd aan de even oude prins van Frankrijk, Hendrik II. Mijn huwelijk was geen succes, omdat Hendrik meer oog had voor zijn minares Diane de Poitiers dan voor mij. Meneer schoof me zelfs bijna aan de kant omdat het te lang duurde eer ik een troonopvolger op de wereld kon zetten. Toegegeven, het duurde 10 jaar vooraleer mijn eerste kind er kwam. Maar daarna was ik niet meer te stoppen. Er volgden zelfs nog 9 kinderen op 12 jaar tijd. Wat een prachtprestatie, meid. Doorzettingsvermogen om u tegen te zeggen. Merci, Elisabeth. Fijn dat je me dat compliment geeft. Kreeg ik dat ook maar van anderen. Weet je wat er wordt gefluisterd? Dat je een heks bent. Ze noem je de gifmengster. Dan moet je ook maar niet zoveel kruidenmengsels maken, hè, mens. En misschien niet zoveel omgaan met die ene enge apotheker en astroloog een Nostradamus? In 1559 stierf mijn geliefde man. En sindsdien kleed ik me dagelijks in het zwart. Vandaar dat ze me ook de Zwarte Koningin noemen. Daar heb je ze dan, mijn twee bijnamen. Volgens sommigen heb ik er zelfs nog meer. Moeder van de theaterdans is er nog eentje. Maar dat is een ander verhaal. Très bien fait, ma chère Catherine. Das hast du gut gemacht. Multe bijna. Way to go, girl. Daar drink ik een cocktail op. Zwart is dan wel geen maagdelijk wit, maar kan er best mee door. Wit mag er anders ook wel wezen, hoor, Elisabeth. Leven vorsten met borsten. Ook al zijn deze bijnamen niet altijd even positief, ze zijn wel een belangrijke erfenis van deze vorstinnen. Bijnamen waren vaak een manier voor het volk of voor machthebbers om deze vrouwen een slechte naam te geven en zo van de troon te kunnen stoten. Echter zijn er altijd meerdere kanten aan het verhaal en zit er zelfs achter een slechte bijnaam een krachtig verhaal. Hopelijk vond je het een leuke video. Vergeet niet, like en subscribe voor meer video's over koninginnen in de nieuwe tijd. Volg ons ook zeker op Instagram. En vergeet niet, achter elke koning staat een sterke vorst met borsten.